In de tweede paragraaf van het boek staat de relatie tussen China en Europa in de tijd van monniken en ridders centraal. En daarbij is eigenlijk dus dezelfde vraag aan de orde. Namelijk de vraag welke contacten waren tussen China en Europa tussen 500 en 1000 en hoe was de situatie in China in die tijd? Je ziet de vraag is dus hetzelfde, alleen de periode is nu veranderd. En dan kom ik heel even terug op mijn allereerste video, die introductievideo. Want daar heb ik het gehad over de westerse kijk op de geschiedenis. En dat dat niet geldt voor eigenlijk de hele wereld dus. En dat zien we hier dus ook terug. Want eigenlijk is het belachelijk dat we nu gaan hebben over de tijd van monniken en ridders in China. Terwijl er in China in die tijd helemaal geen christelijke monniken waren en ook helemaal geen ridders. In Europa waren de middeleeuwen begonnen, maar in China ging het juist hartstikke goed in die tijd. Of hartstikke goed. In het begin eigenlijk niet, want in paragraaf 1.1 hadden we dus gezien dat die Han-dynastie aan de macht was. Heel lang aan de macht geweest. Die Chinese eenheidsstaat heel erg versterkt. Dat binnenrijk heel erg versterkt. Maar uiteindelijk ging die Han-dynastie ten onder aan interne strijd en burgeroorlogen. En uiteindelijk wordt die Han-dynastie dan ook opgevolgd door de Xi-dynastie. En je ziet op het kaartje al dat het gebied weer wat terug is gelopen. Maar uiteindelijk wordt die Xi-dynastie opgevolgd van die Tang-dynastie en dan breidt het Chinese Rijk zich weer heel erg uit. En waar het in Europa dus een periode van achteruitgang is, na de val van het Romeinse Rijk, zien we juist dat de Chinese cultuur heel erg opbloeit, of eigenlijk gewoon verder groeit. En wat die Xi dus doet, en waar die Tang in verder gaat, is dus het herstel van de eenheidsstaat, die dus aan het einde van de Han-dynastie toch in het geding was gekomen. Wat we ook zien, is dat nu voor het eerst het zuiden van China belangrijker wordt. En daar groeit de landbouw, de verbouw van graan, van rijst, groeit heel erg sterk. En dat is nodig om het noorden, waar de meeste mensen wonen, te voeden. En daarom worden er ook een aantal belangrijke kanalen aangelegd, van noord naar zuid. En uiteindelijk zal dat resulteren in het grote kanaal dat honderden jaren later pas gereed komt van Beijing naar Guangzhou, de belangrijkste havenstad. Maar nogmaals, het was heel belangrijk dat het zuiden het noorden kon voeden. Maar goed, dit alles zorgt er wel voor dat China in de jaren vanaf 589 een welvarende landbouwstedelijke samenleving was. De belangrijkste middelen van bestaan waren dus landbouw en waren handel. En ja, die welvaart die groeide eigenlijk alleen maar en die samenleving die groeide eigenlijk alleen maar. En de cultuur die bloeide dan ook op, zeker onder die Tang-dynastie. Grote culturele bloei dus, en dat zie je vooral op twee gebieden. Er zijn allerlei wetenschappelijke uitvindingen, de wetenschap die bloeit op. En een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld de blokdrukkunst, die later de boekdrukkunst zal worden, die wordt uitgevonden in China. Een uitvinding die de loop van de geschiedenis echt zal gaan veranderen. En er worden bijvoorbeeld ook zaken uitgevonden zoals het kompas. En allerlei andere zaken die in Europa pas veel later gebruikt zullen gaan worden. En wat de Europeanen dus overnemen van de Chinezen. Daarnaast zien we ook dat doordat de handel zo opbloeit en doordat die welvaart zo toeneemt, er steeds meer contacten komen met het buitenland. In de vorige video heb ik het ook gezegd, een van de manieren waarop verschillende culturen met elkaar in aanraking komen is door middel van de handel. En wat er in China veel welvaart is, ja, levert dat dus ook interesse op van buitenlandse handelaren die daar dan ook graag hun waar verkopen. En zo zien we dus dat er verschillende volkeren naar China toe komen. Zo komen er veel boeddhisten uit Zuidoost-Azië en het boeddhisme wordt dan ook een van de belangrijkste religies in China. Daarnaast komen dus veel islamitische handelaren uit het Midden-Oosten. De islamitische cultuur bloeit ook heel erg op in deze periode. En deze twee rijke culturen die hebben heel veel contact met elkaar. Dat zijn voornamelijk handelscontacten. Maar daarnaast zien we ook dat er een bepaalde groep christenen is die zich ook in China gaan vestigen. Dat zijn de zogenaamde Nestorianen. En dat was een Oosterse versie van het christendom. Het gaat nu te ver om daar verder op in te gaan waar zij dan precies allemaal voor stonden. Maar het waren in ieder geval christenen die dus grote verwantschap ook hadden met de Europese christenen. Maar dit is dus een typisch Oosterse vorm van het christendom. En er kwamen dus ook een aantal Nestoriaanse gemeentes in China. Hoe zit het dan met de contacten tussen China en Europa in die tijd? Hier hebben we weer de grote rijken in de vroege middeleeuwen eigenlijk in die tijd liggen. En je ziet dus dat er een aantal dingen opvallen. Het Romeinse Rijk is uit elkaar gevallen. Het Oost-Romeinse Rijk, het Byzantijnse Rijk blijft nog bestaan. Maar in West-Europa is dat vervallen door die volksverhuizingen. En dat zorgt ervoor dat er eigenlijk alleen maar indirecte contacten zijn. Want er is dus grote achteruitgang
in West-Europa. Die Romeinse cultuur die heel erg opgebloeid was, die voor eenheid zorgde, die voor stabiliteit zorgde. Nou ja, die vervalt dus helemaal. En het is een periode van veel strijd, een periode van honger, van afname van de handel, van afname van de bevolking in West-Europa. En dat zorgt er ook voor dat West-Europa eigenlijk heel erg naar binnen is gekeerd. Ze hebben te veel problemen in West-Europa om zich überhaupt met de rest van de wereld bezig te houden. En als ze al contact willen leggen met de rest van de wereld, met de culturen in het oosten, dan wordt dat vaak tegengehouden door de zogenaamde Arabische expansie. De uitbreiding van het Islamitische Rijk en die moslims die lieten het niet toe dat de West-Europese christenen dat die via hun gebied contact zochten met de Chinese handel in het oosten. Alle directe contacten werden geblokkeerd en dat kon alleen via islamitische handelaren plaatsvinden. Ja, en dat zorgt ervoor dat er eigenlijk dus heel weinig contacten zijn. En Chinese uitvindingen die komen dan ook alleen maar via via terecht in Europa. Dat kompas dat ik net al noemde. De stijgbeugel, dat is een ander iets dat heel belangrijk is. Dat komt via de nomadische volkeren. De Oeigoeren, de Khazaren, die je daar ook op die kaartjes ziet staan. Die brengen Chinese uitvindingen die ze zelf gebruiken langzamerhand richting Europa. Hetzelfde gebeurt via de Arabische handelaren. En er is dus geen sprake van direct contact in de vroege middeleeuwen tussen China en Europa.